Ja, we gaan het hebben over de Laarbeekse tuinroute, mevrouw Hellings. Aankomend weekend is het weer zover. Ja, dan organiseren wij voor de derde keer de Laarbeekse tuinenroute. We hebben over de vier kernen van Laarbeek 13 tuinen bij elkaar gevonden. Die allemaal open zijn voor het publiek aankomend weekend. Die tuinen, zijn dat zeg maar tuinen die zich aangemeld hebben of hebben jullie daar op zoek moeten gaan? Sommige eigenaren hebben zelf contact gezocht met ons en andere hebben wij via via gevonden. Vaak via oud-deelnemers of via mensen die we kennen. Zeg maar een tuin. Iedereen zegt een tuin moet in bloei zijn, maar dat is niet altijd zo, hè? Nou ja, sommige mensen houden heel erg van de bladstructuur van een plant en daar kun je ook een hele mooie tuin mee aanleggen. Ja, want als ik hier rondkijk, dan is het toch heel veel groen. Ja, dat klopt. En dat geeft ook een hele mooie sfeer vaak. Is het ook zo dat als je een tuin hebt, veel onderhoud dan is? Ligt een beetje aan je tuin, denk ik. En hoe precies je zelf bent. En ja, of je het een beetje zijn gang laat gaan of dat je het allemaal strak in de perkjes wil houden. Een tuin, want de maand juni is eigenlijk de tuinmaand? Ja, over het algemeen ligt het dan wel op het mooiste bij, ja. Ja. En dat wil zeggen de rest, de andere tijden van de periode van het jaar minder? Ik vind de tuin altijd mooi, ook in de winter. Maar juni is toch wel het hoogtepunt qua bloei van rozen en bloemen. En dat wordt toch wel een beetje gezien als de tuinmaand over het algemeen. Aankomend weekend is het weg. Om de twee jaar, dacht ik, hè? Ja, om de twee jaar. We wisselen het af met de kunstroute. En zoals je zelf weet, er zijn al heel veel evenementen in Laarbeek. Dus om het jaar, dat lijkt ons meer dan genoeg. Dat wil zeggen, voor de derde keer dat jullie dit organiseren? Ja, dat klopt, ja. Is het zo dat jullie dat met z'n tweeën doen? Wij doen dat met z'n tweeën, ja. Dus aankomend weekend van zaterdag en zondag, hoe laat kunnen ze die tuinen bezoeken? Beide dagen van 11:30 tot 4:00. En bij al die adressen worden ze hartelijk ontvangen? Ja, daar gaan we wel vanuit. Gezien het enthousiasme van de deelnemers is dat geen probleem, denk ik.